De vormelingen van Kelpen Owner hebben afgelopen week aan een mooi project gewerkt. Ze hebben lege statiegeldflessen verzameld. De opbrengst was voor een mooi project in Afrika. Dit ter nagedachtenis aan Nacht van de Winkel, die op 30 maart jongsleden op veel te jonge leeftijd is overleden. Om zorg te hebben voor elkaar, en dan geven jullie niet alleen de kinderen van Afrika en Kenia in zich, maar ook Nacht die er niet meer is. En ik wil dat die vormelingen gaan uitnodigen om namens alle vormelingen, de kinderen en de mogelijkheden die meegeholpen hebben, om de check te gaan aanbieden wat jullie hebben opgehaald. En dan mag mama en dat voor hun zouden, die mogen de check in ontvangst. Sylvia en Rob, we hebben hier een cheque van €425. €100 en dat is toch een enorm bedrag. Vertel eens, hoe is het gegaan? Je hebt vorige week dat aangekondigd in de spreekstoel. En hoe is dit het resultaat? Hoe is dat gegaan de afgelopen week met die actie? Nou, eigenlijk boete verwachting. We hebben, we dachten eigenlijk, nou, als we €200 bij een hebben, dan is het een schoon bedrag. Want dan mogen dan heel wat flessen voor opgehoord worden voor dat ze bedrag bij een hebben. Dus dat is maar 25 cent op een fles, dus dat duurt even voordat ze het bedrag bijeenhebt. Maar in een keer komen er allerlei giften uit allerlei heuk. Zoals pastoor net die in de viering meldde. Er worden kinderen die gebakken hebben en die voor bijna €150 aan geld bij elkaar gedaan hebben. Ja, dat is ondenkbaar bijna. Dus dat is eigenlijk een heel grote verrassing. Heb je eigenlijk allemaal in een dagje gedaan of niet? Nee, de actie heeft een paar dagen gelopen. Van woonzicht tot en met zaterdag was de officiële actie. Maar voor en ook kosten mensen ook nog gaan doneren als ze willen. Dat is ook gebeurd. Ik bedoel, in ene keer met al die flessen nog in de winkel gegaan? dat was een behoorlijke uitdaging. We hebben heel veel medewerking gehad van de Spar en El. Daar ben ik ook echt heel dankbaar voor. Dat kostte heel veel fles kwijt. Maar er waren een aantal winkels, daar moesten we echt in de automaat. Er was één winkel, die heet Jet. Die heeft al samen met Rian, ik denk wel 200 flessen in de automaat geduwd. Ja, dat was een hele uitdaging, kan ik echt zeggen. Ja. Ik vind het echt van moet werken. Dat sowieso, en ik ken je nog het meest. Kunt je uitleggen hoe Nacht betrokken is geraakt in het project in Afrika? Ja, Nacht is uitgenodigd voor de hertogon met nog 7 andere kinderen van school. En daar hebben ze een hele reis gemaakt. Dus gingen ze al hier en her van Ursula uit en haar. En daar hebben ze al sponsoractiviteiten en een waterbron hebben ze al aangemaakt. Ja. En dit is dus ook weer een bedrag wat er hier is. En daar hebben we een fijn doel voor kunnen vinden in verband met de vormingen. En dat is een project dat toch ook al wat jaren loopt al in Afrika? Ja, vanuit Ursula zijn ze al jaren dat ze in de, met de vaste actie geld ophalen, de kinder. En Nacht was er altijd hierbij betrokken. Vanaf dat de stap 1 op Ursula neerzat, was het doel Kenia. Dus hij heeft meerdere acties gedaan voor met naar Kenia te nemen. En wie dat Nacht storf, aanwezigheid van de bijdrage wat de mensen willen leveren, dat geeft nou moet zien niet. Dat is er ook hergegangen. En nu de kindjes van Kelpenwollerij dus het project weer metgenomen in de school. Dus voor het forum zal. En wat vond ik toen ik ben de pastoor er zelf met deugd over gecommuniceerd heb om de actie ten doel te stellen voor het project van Nacht? Ja, dat was, het kwam pastoor een keer op bezoek en ja. Toen zei hij ervan, ik wil Nacht eigenlijk levend blijven houden, eigenlijk in dit trant en dan wil ik hier een project opzetten en Kelpenwoller, ja, Koekets, dat samenwerken en zo is het ontstaan. Maar dat zei pastoor al in, al heel vroeg eigenlijk. En nu is het project ook weer, ja, weer het doel is weer bereikt. Ja. Is een mooi resultaat. Ja. Ja, ik het wel zeggen. Hè. We zijn er heel trots op het dorp en wie er allemaal is gegaan. Ja. Prachtig. Ja. Ja, en we zien heel blij dat Nacht, als dit allemaal geeft, om die kracht neer te zetten, om dit te doen.